Goedemiddag. Bij mij zit... Goedemiddag, Valérie. Valérie, dag Valérie. Zeg Valérie, wij zitten hier zoals elk jaar samen voor Equal Pay Day te vieren. Of eigenlijk niet te vieren, maar aan te klagen dat we nog altijd met een loonkloof zitten. Gemiddeld 22% dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Zelf in ons campagne zijn we met de oplossing gekomen, de porno-industrie. Daar hebben we dat probleem niet, daar verdienen vrouwen meer dan mannen. Maar we hopen eigenlijk toch dat er andere ideeën en andere oplossingen van jullie gaan komen. Dat is zeker niet als bedoeling van iedereen met de porno-industrie te drijven. Heb jij zo'n idee wat we aan die problematiek kunnen doen? Ik heb gehoord dat er een wetsvoorstel is van mij, de Thésia, om rond die loonkloof te werken en die te verminderen. Dus dat vind ik al heel interessant en benieuwd wat dat gaat opleveren. Maar breder dan dat, wat ik ook interessant vind, is kijken of niet heel ruim, maar dat is moeilijk om natuurlijk te... hoe zetten we dat om? Maar nadenken over, willen we niet minder produceren, minder consumeren en ook minder werken? Waarom werkt iedereen 38 uur per week? Kan iedereen bijvoorbeeld 4-5 uur werken of met een ander systeem? Waardoor dat we ook een beter evenwicht werk-gezin gaan creëren, of minder problemen thuis, minder problemen in relaties. Op zo'n manier. Dat is eigenlijk een socialere manier van werken. Gaat dat moeilijk zijn om dat te veranderen? Want dat is toch een ingrijpende verandering. Ik denk wel. Dat niet evident is. Dus volgend jaar zitten we weer terug naar Equal Pay Day. Hopelijk ietsje vroeger. Ietsje vroeger. Ja. Een goksje. Rond wanneer gaan we hier moeten zitten? Of, de hoeveelste zijn we vandaag? We zijn vandaag de 20e maart. 20e maart. Goh. 20 februari. 20 februari, dus we gaan er... Het streefdoel is, we gaan er een maand af doen. Ja. Goed. Oké, bedankt. Goed, bedankt. Ja.